Hi, mijn naam is Menno. Vandaag gaan we op pad met de Sony A1. Hier binnen zit Bob op ons te wachten, DJ B-Front. Gaan we vandaag met hem in Eindhoven kijken hoe de A1 presteert onder druk. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no longer. Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces. Go ahead, try catch me if you can, man. You'll be looking all night, I'm a Sandman. New York, London to Japan, I'ma show the whole world who I am. Boom. Welkom bij de Fotowalk, een serie waarin we op pad gaan met professionele fotografen die onze fijne kneepjes van het vak leren. Vandaag zijn we op pad met Menno van der Veen, concertfotograaf en lifestylefotograaf. Hij neemt ons mee op een dagje shooten met hardstyle DJ, DJ B-Front. Zomers plaatje dit hoor. Je mag echt een stukje lopen hoor. Huppakee, I out the focus erop. Hoppa, hij is niet bang. Ja, hoe kies je een locatie dan gaan shooten? Ja, nu moet ik eerlijk zijn. Ja, dit is eigenlijk de mastermind hier. Nee, ik kijk wel een beetje of ik toffe hoeken kan vinden of doorkijken. Zoals hier heb ik dan, denk ik, tussen twee muren doorschieten. En ik, inderdaad, in mijn hoofd, nou, ik weet, we doen vaak met Bob, dan kom naar de camera lopen. Zodat we een beetje spontaan loopfoto's krijgen. En dan check ik, ja, hier lukt dat wel goed. En ik zag hier, het licht weerspiegelt een beetje uit het raam. Zodat we niet constant in de schaduw staan, we een paar close-upjes kunnen schieten in het licht. Nou, heel veel, ik schiet eigenlijk gewoon op manual. Zeker door die EVF kan ik gewoon precies mijn belichting zien. Dus voorheen schoot ik nog wel eens op de A-stand, dus het diafragma voorkeur. Maar ja, je bent eigenlijk zo snel met je sluittijd bijdraaien dat ik liever zelf die controle heb. En zeker nu in dit soort situaties, dat ik met tegenlicht, ga ik altijd even een beetje kijken of ik hem misschien een beetje kan onderbelichten. Dat het zonnetje nog een beetje er doorheen komt. Dan gaan we een beetje spelen. Maar het is eigenlijk allemaal gebaseerd op wat ik zie. Ja, het is niet zozeer op deze instelling werkt. Want nu zit ik op 1/5000ste, maar als we misschien daar gaan zitten, moet ik hem bijdraaien naar, weet ik veel, 3000ste of 10000ste. Dus het is niet een vaste setting, nee. Het is altijd gewoon wat zie ik en wat vind ik mooi en wat moeten we aanpassen. Ik denk, als je een beetje die kant op kijkt, dan heb ik iets meer nog je profiel iets terug. We zijn nu een beetje lichter, juist. Ja, ik ben wel echt een 1.4 lover, zeg maar. Ja, ik vind gewoon, zeg maar, de scherpte, diepte vind ik heel cool. Normaal zou ik zeggen, ja, lekker in het donker, lekker veel licht. Dat is altijd wel een groot voordeel. Maar zeker nu, ja, lekker die scherpe diepte, blurry achtergrond van het gebouw, die helemaal weg vervaagt. Ja, en gewoon, als je nu dit soort dingen kan doen, waardoor de balk een beetje blurry op de voorgrond komt, dat geeft extra diepte en dan krijg je echt mooi dat effect van een leading line, maar toch zonder dat het afleidt. Dus probeer altijd wel een beetje diepte. Soms kan het niet altijd, soms heb je gewoon een portretje, dan is hij gewoon recht toe, recht aan. Maar als het een beetje kan, probeer ik altijd een beetje of om een hoekje of dat je een beetje ergens langs schiet, zodat je toch dat vage nog een beetje in de hoek krijgt te zien. Wat dat wel een beetje extra sfeer in de foto geeft. Maar... Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is. En dan worden mensen ook wat losser. Wada! Het is natuurlijk wel lastig. Ik sta natuurlijk met zo'n grote lens in je gezicht en altijd je fotografeert. Dus ja, dat is ongemakkelijk voor iedereen. Maar op het moment dat je dat toch met een beetje dialoog, een beetje gesprekjes wat soepeler kan maken, dan went het voor allebei wat sneller. Maar Menno, wij kennen elkaar al zo lang. En hij zegt het zelf ook, het is tegenwoordig, je hoeft eigenlijk niet eens meer te praten. Nee. Om te zeggen van wat je moet doen. En, want in het begin heeft hij me wel allemaal trucjes gezegd. Hè? Een keer die kin naar voren, een keer dit en een bepaalde houding. En weer langs me heen kijken. Zijn die onpersoonlijk? Nou ja, weet niet. Ik word een beetje ongemakkelijk als je veel naar mijn staart. En Menno weet ook wat ik wil. Als ik even voor Menno mag praten, je schiet natuurlijk soms wel voor jezelf. Maar je schiet eigenlijk ook voor de ander als je iemand een portret erop aan het zetten bent. En je wilt dan wel diegene geven wat hij ook vraagt uiteindelijk, of wil. En ik denk dat Menno dat wel bij mij goed snapt. En als ik zeg tegen Menno, we gaan een shoot doen, dan weten we eigenlijk al wat we gaan doen. Ja, dit is wel dope. Ja. Ja, we komen er wel. We komen er wel. Adem in, adem uit, komt goed. Ik laat het ook vaak zien. Gewoon laten zien, hey, dit is het. En daardoor weet je van allebei, wat kan ik van elkaar verwachten. Als je voor het eerst met iemand samenwerkt, moet je dat soort
kan je natuurlijk niet gelijk dat vertrouwen hebben van we weten gelijk wat we willen. Maar je moet heel snel aftasten, oké, wat vindt deze persoon wel of niet fijn? Ik weet, sommigen vinden het heel fijn als je veel close-upjes maakt. Sommigen vinden het fijn als je niet vanuit een bepaalde hoek. En je moet altijd wel een beetje aftasten en binnen dat kader moet je dan gaan werken. En altijd even kijken, hoe ver kan ik net buiten de lijntjes gaan kleuren? Waarvan ik weet, oké, die locatie zou wat kunnen worden. Nou, vind ik niet heel vet. Nou, laten we het toch een beetje proberen en kijken, wat nou als ik dit doe? En zo bouw je vertrouwen op. En help je elkaar om een beter product af te leveren. Want je doet het toch samen. Ja, zonder mijn onderwerp ben ik als fotograaf niks. En ja, zonder mij als fotograaf is Bob niks. Klopt half, ja. Vandaag zijn we aan het schieten. Natuurlijk met de A1. Daarbij heb ik drie lenzen in gebruik. Ik heb de 35 G Master 1.4. De 135 1.8 G Master en het allernieuwste paradepaardje met de wide angles, de 14 1.8. Dus dit is even een testje, deze was voor mij ook nieuw. Ik heb hem gisteravond uit de verpakking gehaald. Ik mag hem dit weekend lenen, dus was qua timing perfect, konden we lekker mee opnemen. Waarom deze lenzen? Ik vind de 35, vooral nu, was lekker in strijp aan het schieten met de omgeving. Wat van de omgeving laten zien. De 135. Is natuurlijk een portretlens. Ik vind het altijd leuk. Eigenlijk heb ik deze ook net nieuw. Ik heb nog nooit een 135 prime gehad. Wel altijd zoomlensen. Dus daarom vind ik het zelf ook wel leuk om mezelf uit te dagen. Hoe ga ik deze lens nu gebruiken? Welke hoeken kan ik daarmee vinden? Wat portretjes, wat close-upjes, wat kan ik met de achtergrond blur doen? Zoals jullie zagen met de bloesem. Toch een beetje blurry. Goed close-upje onder de brug. Dus een hele fijne lens. Ja, en de 14. Het liefst had ik deze natuurlijk nu op een festival getest. Kan nog helaas even niet. Dus Bob die heeft eventjes zijn ding moeten doen. Nou, op de verschillende onder de brug hebben we hem gecheckt. Op het raster. Heel erg onder de indruk van de vertekening. Bijna geen distortion. Tenminste, ik heb het nog niet zo snel kunnen zien op mijn schermpje. Dus zeer, zeer onder de indruk van dit nieuwe kleine monstertje. Ja, waarom de A1? Nou, de autofocus is voor mij gewoon de nummer 1 reden. Eye autofocus is gewoon weer even next level. Het was al bizar. Het hele feit dat een camera natuurlijk een oog kan volgen, is voor mij een van de redenen geweest om over te stappen naar Sony. Maar dit is gewoon echt serieus next level. Een van de foto's die we toen straks hebben gemaakt met het tegenlicht, met de zon. Ik druk het knopje in. Ik hoef me eigenlijk niet eens zorgen te maken over of hij wel of niet scherp is. Ik druk mijn AIL in. Daar heb ik hem op gecustomized. 50 megapixels, altijd lekker om te hebben. Zeker als we veel kunnen croppen. Ja, andere dingen waar we vandaag niet mee hebben kunnen spelen. Of tenminste, nou, ik hoef niet 30 foto's van Bob in de zon te hebben. 30 frames per seconde hebben we niet getest. Het werkt wel, het werkt super fijn. Ik heb er met schaatsen heb ik er mee geschoten. De schaatsers die dan in één keer door de bocht heen komen. Even op 30 frames per seconde zeker te weten dat we het moment kunnen pakken. Een van de grote voordelen, zeker op zo'n zonnige dag. De EVF, de elektronische viewfinder, wat natuurlijk al super fijn was, maar nu ook om met de hogere frame rate, het ziet er gewoon net echt uit en ik kan gewoon veel meer zien, zeker in de felle zon. Maar nu kan ik gewoon tegen Bob zeggen, hey, kijk, hier kan je hem heel goed zien, hij kan zijn ogen tegenaan houden en hij ziet perfect de foto zoals hij is bedoeld, dus heerlijk. Hoe belangrijk is het om muziekliefhebber te zijn? Nou, het helpt. Het helpt een heleboel. Zeker met de jongens die ik schiet, omdat ik hun muziek ook gewoon heel vet vind. Ken ik de tracks. Dus ik weet welk moment er wat gaat gebeuren. Of dat bij een bepaalde track iets speciaals is. Een bepaald soort klapje wat wordt meegedaan. En je hebt gewoon veel meer gevoel voor de muziek. Dus als ik dingen schiet die ik niet ken, dan merk ik dat ik wat onwenniger ben met de momenten. Pakken, om het zo te zeggen, omdat ik de muziek niet zo goed ken. Als ik techno zou moeten schieten, ik luister geen techno, dus dan weet ik niet hoe de muziekopbouw is. En met hardstyle of met house is het wat voorspelbaarder, kan ik het wat meer horen. Maar zeker omdat ik de tracks dan ook ken, dan weet ik, oké, zometeen komt dat We Will Rock You momentje in deze track. En je kan je er veel beter op voorbereiden, wat dat betreft. Qua nabewerking, vaak edit ik één foto per setting. Dus als ik weet dat ik in een bepaalde setting meerdere foto's heb geschoten, dan edit ik die. Gewoon een beetje de schaduw omhoog, een beetje de highlights omlaag.
Ik zoek mijn witpunt, ik zoek mijn zwartpunt om een beetje contrast te creëren. Lekker veel kleur erin. Dus niet de verzadiging gelijk helemaal naar 100, maar wel iets van die saturation erin. En die sync ik dan vaak. Ik ga niet, als ik één foto heb geschoten en ik weet dat de volgende foto eigenlijk in dezelfde ruimte of dezelfde omgeving is, met dezelfde instellingen, dezelfde kleur of dezelfde licht, hetzelfde et cetera, dan doe ik gewoon sync. Dus ik edit één foto, ik sync de volgende vijf en dan kijk ik daarna weer verder. Vaak op een feest heb ik wel presets voor wat ik wil gaan doen. Voor overzichtjes, schaduw iets meer omhoog, iets meer clarity erin. De helderheid in de foto brengen. Maar ik fine-tune het altijd wel. Het is niet zozeer dat er één preset is en dan klaar. Het is altijd een goed beginpuntje om te hebben. Dus ik heb wel een paar presetjes waarvan ik weet, oké, dit werkt ongeveer. Of ik bij een zakelijk presetje is iets minder heftig. Bij feesten is er iets meer kleur. En vanuit daar ga ik het vaak editen. Bij dit soort shoots overdag edit ik wel per foto of per situatie een foto. En die sync ik dan. En met een feest, omdat het vaak toch eenzelfde soort donkere ruimte is, heb ik een beginsel door middel van een presetje. Nou, vertel maar iets over deze foto, Menno. Nou ja, dit was de eerste keer DevCon Mainstage. Wat vind je van de foto? Ja, tof. Als we dan toch even hier over de foto's gaan. Ja, ik hou wel een beetje van silhouetjes en zo. En ondanks dat het niet heel erg een silhouet is. Ja, je ziet wel heel duidelijk wat het is. Ja, je ziet wel heel duidelijk wat het is. Maar je ziet wel lekker donker. En je wil die rimlight eromheen op je armen. Ja, mooi. Ik vind het wel vet. Next? Ja. Ah, dit zijn wel de momentjes, hè? Ja, dit zijn wel de mooie momenten. Ik moet wel zeggen, als ik kritisch ben op deze foto, vind ik het een mooie foto. Alleen dan zou ik kritisch zijn hier naar mijn handen. Persoonlijk. En ik denk dat vindt Menno ook lekker, dat je dit dan blurry ziet. En dit helemaal goed, maar je weet wel wat hier gebeurt. Ja. Ja, maar dit zijn wel ook vaak de momenten die we een beetje zoeken in foto's, toch? Als ik foto's van jou aanlever, zeker. Zijn dit wel een beetje de dingen waarvan ik weet dat jij dit alleen, vet vindt. Omdat dit de eerste is, hebben we het daarna natuurlijk wel eens gezegd van, oh, dit vind ik vet, dit vind ik vet. Precies. En toen is dat wel een beetje echt een dingetje geworden. Ja. Vind je van de foto? Ik heb een oude edit. Ik denk dat ik inderdaad nu iets anders zou editen. Iets andere huidskleur. Ik vind je een beetje rood. Ja, je hebt me heel rood gemaakt. Nee, dat normaal was jij gewoon. Normaal heb ik niet zo'n rode huid. Nee, ja. Je stond gewoon in de fik daar. Nee, dus ik denk of je was gewoon lekker actief. Ik weet niet of... Ja, daar was ik sowieso. Ik ben altijd wel lekker bezig. Dat je gewoon helemaal gezweet hebt daar. Ik vind de foto heel mooi. Ik vind het heel mystiek wat je hierop ziet eigenlijk. Want je ziet mijn gezicht eigenlijk helemaal niet. Je weet wel dat ik het ben. Ook dat mijn naam erachter staat. Ja, maar dat is wel een beetje... En je ziet de vibe gewoon van wat het... moet zijn. Ja, en dat is wel met foto's van jou. Je hoeft niet altijd heel super herkenbaar vol in beeld. Zeg maar. Weet je, silhouetjes en dat soort dingen. Of aparte hoeken. Ja, dan zie je het ook. Ja, maar je weet wel dat jij het bent. Weet je, door de sfeer in de foto. Ja, ik weet niet welke track dit was inderdaad, maar liepen naar voren en het pakt gewoon die massa. Massa met mensen. Express een fisheye. Ja. Express heel wijd. En een fisheye is vaak heel vet door die vervorming van dichtbij. Ja, maar toch heb ik hier niet het idee ook of zo dat het een fisheye is. Nee, het valt best wel mee. Ja. Maar het is wel gewoon wat je wil zien. En deze die komt nog een keer heel groot in mijn huis te hangen. Zo. Decibel 2019. Ja. Ja, wat ik altijd... Het zweet staat erop, zie je? Het was goed heet ook. Ja, heel heet. Het ding wat ik altijd wel leuk vind bij jou om te schieten, en dat merk je, dat is ook wat heel veel mensen... Jij gaat echt los on stage. Dat is geen act of zo, dat is gewoon hoe je echt losgaat. Maar daardoor krijg je wel hele energieke foto's. Koffieclub? Ja. Maar dus, als jij naar zo'n foto kijkt, want ik word dan heel kritisch. En dan ga ik kijken naar, heeft iedereen zijn handen omhoog? Maar let jij daar dan ook op als je zo'n foto ziet? Ik vind hem tof hoor, maar meer dan gaan kijken. Ik kijk meer naar de symmetrie van een foto, denk ik. Ja, okay. Dat vind ik vaak mooier. Dus het is wel gewoon goed verdeeld. Natuurlijk kan die nooit symmetrisch zijn, omdat je hier iets anders hebt dan daar. Mm. Alleen, ja, het is wel gewoon mooi contrast. Ik vind de kleuren mooi. Ja, dan sta je dan eigenlijk in je eentje met de mensen. En het mooie aan deze foto vind ik, dat vind ik het allermooiste aan deze foto, is dat mijn pa en mijn foto's zijn. En dit is mijn vader. Ja, ja, ja. Moeders. Ja, en dit is mijn moeder. Die staan alle twee te genieten in de zaal. Hier lopen trappen omhoog, ze kon daar staan. Maar ik hoorde al de eerste toontjes van Mysterious. Ja. Dacht ik, oeh. En bij Mysterious gaan altijd alle handen omhoog. En de lampen aan. Ja, lampen aan, want dat hoort er gewoon bij. Zo'n foto maak je natuurlijk alleen maar op het moment dat de blinders aangaan, de lampen. Dus toen was ik, oeh, als ik nu naar boven loop, dan heb ik hem. Ja. Ah, en toen stonden we daarboven, toen was het... Ja. En daar gaat iedereen. Mooie herinneringen. Als jij me niet had gevraagd, had ik daar niet gestaan.
Nee, we hebben achteraf al spijt van. Ja, sorry. Nee, dat kan het goed, joh. Dat goed. Dank je wel. Nee, dat is niet echt. Doe een box om af te sluiten. Dank je wel. Bob gaat nog even verder in de studio. Ik wil jullie bedanken voor het meekijken vandaag. Ik hoop dat jullie iets hebben opgestoken over de A1. Mochten er verder nog vragen zijn, hieronder kunnen jullie alle informatie vinden om mij te contacten. En ik zie jullie een volgende keer weer. Ja, nee, dat is cool. Afgevinkt. Kunnen naar huis. It's a wrap.